Ja, een beetje duizendig, zei je. Wat is er aan de hand? Nou ja, op het laatste duel met de spits van hem. En toen viel ik een beetje hard op mijn hoofd. Dus vandaar dat ik wat licht in mijn hoofd ben. Maar toen was het al 3-1? Toen was het al 3-1, inderdaad. De eerste helft, ik denk het eerste kwartier dat zij bovenlichte partij waren. Veel druk zet op ons. We liepen alleen maar achteruit eigenlijk. Mazzel dat we dat kwartiertje doorkomen. En daarna gelijk maakten wij gelijk de 1-0. En vanaf toen begonnen we te voetballen. Ging het lopen en via die penalty van Jesse maakten we 2-0. Daarna heel lullig op 2-1. En vanaf toen hadden we het wel redelijk onder controle, denk ik. Ja, bij rust inderdaad 1-2, later 1-3. Ja. En jij vandaag centraal achterin voor het eerste seizoen. Voor het eerste überhaupt, of had je er wel eens eerder gestaan? Ja, ik heb vroeger wel gestaan bij Heerenveen. En daar heb ik wel een paar potjes gespeeld, maar eigenlijk niet mijn positie, nee. Het is even wennen, kan ik me voorstellen. Klopt, we hebben dinsdag op getraind, samen met Kellyan. Het centrale duo, zeg maar. En het ging prima. Vandaag had het ook aardig staan, dacht ik. En wat dacht je in de tweede helft? Ik ga maar een keer mee naar voren. Ja, ik dacht, het stond 2-1 voor ons, ja. Ruimte lag er en ik dacht, waarom niet? Ja, je speelt een paar man uit en die voorzet. Ja, volgens mij was die voorzet inderdaad een beetje massa, want hij stapte over de bal heen of zo, dacht ik. Ik kwam hier bij Yannick en Yannick maakte goed af in de korte hoek. Ja, wat is, je hebt dus zo vaak op linksbuiten gestaan, een paar keer op 10. Wat moet je nou vooral op letten als je dan nu een keer centraal achterin staat? Ja, ik denk vooral het vooruitstappen en de linie zo kort mogelijk houden. Want je ziet als wij een beetje achteruit lopen, zoals in het eerste kwartier, dat je alleen maar onder druk staat. En als je wat van de goal afverdedigt met z'n allen, dan kan je blijven voetballen. En dan hou je wat druk op de bal voorin. Omdat de ruimtes ook wat kleiner zijn natuurlijk. En ik denk dat het is, ja. Ja, dan kun je ondanks blessures van drie basisspelers eigenlijk kun je toch gewoon 3-1 winnen bij AZH. Ja, is heerlijk, ja.